Adobe Creative Cloud Express. Op het Grafisch CM Rotterdam maak je regelmatig een Learning Journal aan. Dit is een one-page scrollable webpage gemaakt met Adobe Creative Cloud Express. Nog nooit een Express-page gemaakt? Maakt niet uit, dat is een eitje. Ga naar express.adobe.com in je browser en log in met jouw Adobe ID. Uh, persoonlijk school. Uh, kies hier altijd voor persoonlijk. Het is jouw persoonlijke Adobe ID. Eenmaal ingelogd, kies je voor het plusje linksbovenin. En dan zie je dat je heel veel content kan maken. En daartussen zit Webpage. De webpagina wordt gemaakt en je begint gelijk met het typen van een titel. In de subtitel zet je zaken als je studentnummer, je naam, je klas. Al die belangrijke informatie. Ook kan je hier gelijk een toffe sprekende afbeelding achter plaatsen. Dit doe je met het plusje. Je kan dan bladeren door tal van afbeeldingen zonder copyright. Of eenvoudigweg zelf wat uploaden. Scroll nu verder naar beneden en begin je docenten op de hoogte te stellen met wat je gedaan hebt in de les. Wat heb je geleerd? We noemen dat met een mooi woord reflecteren. Zorg voor genoeg geschreven tekst, maar zeker ook aanvullen met mooi visueel materiaal. De pagina moet je vaak in les 1 al inleveren. Dat doe je door bovenaan te kiezen voor share. Je kan zelf kiezen of je gevonden wilt worden of niet. Meestal kies je voor een verborgen link en zet je dit schuifje uit. Nou, create link. Nu kan je deze link kopiëren en plakken in de assignment op Microsoft Teams. In les 2 vul je de pagina weer aan met wat je dan weer allemaal hebt geleerd en gedaan. Aan het eind van de les ga je dan weer naar share en kies je voor update link. De link, het adres van jouw website, verandert niet. Je hoeft het dus niet opnieuw in te leveren. Al jouw nieuwe content wordt toegevoegd aan de alreeds bestaande ingeleverde webpagina. Mooie! Doe dit wel wekelijks, dit updaten. Want zo hou je je docenten uitstekend op de hoogte. Tot de volgende!